bakken, badend in het zweet. En ik voelde mij als het verloren schaam. Ik ben Regina Belsma, ik ben 47 jaar en moeder van 3 kinderen. Daarnaast heb ik een ontzettend grote passie om theater te maken, te performen, te entertainen. Een boodschap over te brengen door middel van entertainment. En dat is iets wat er van jongs af aan al heeft ingezeten. Ooit heb ik auditie gedaan op de toneelschool in Maastricht. Echter, ja, ik was ook verliefd. En de liefde neemt je soms mee naar plaatsen daar je niet van tevoren over nagedacht hebt. En dat werd zwaar Westeinde. Dus in plaats van de toneelschool stond ik in één keer achter de bar in de Westerrijn. Ja, ja. Het was op zich wel een voorstelling in het geheel. Maar ja, het was niet de voorstelling waar ik eigenlijk in wilde staan. Maar nu krijg ik een nieuwe kans. En het is echt iets wat er vanaf kinds af aan al ingezeten heeft. Ik heb ontzettend veel gedaan op het gebied van theater. Zo heb ik voor een theatergroep gewerkt. Ik heb kindertoneel gegeven. Ik heb ontzettend veel voorstellingen geschreven voor kinderen. Ook voor mensen met een beperking. Maar nu is het moment dat ik een kans krijg op de Paul van Vliet Academie. Eenmaal daar voelde ik me als een vis in het water. En na het gesprek met de heren uit de wereld van het theater wilden ze me ontzettend graag hebben als student. En zagen ze vele mogelijkheden om wellicht nog een carrière te maken van 20 jaar theater maken. Langzaam kwam besef dat wat ik echt vergeet, dat ik overdag ook eigenlijk slaap. Ik stapte uit bed als strompelend naar de spiegel en in het licht zag ik mij werkelijk staan. Met het leven wat ik beleefd heb, valt er genoeg te vertellen. En vooral ook de laatste jaren. In ins en outs, in verdriet en pijn, vreugde en blijdschap. Maar om die kans mogelijk te maken, heb ik geld nodig. Het is niet anders. Ja, en daarvoor doe ik een oproep. De Paul van Vliet Academie is namelijk niet gratis. Het kost mij ongeveer zo'n 5.500 euro. En dat is het eerste jaar. Dus ook het reizen heen en weer kost natuurlijk geld. En daarvoor wil ik een crowdfunding opzetten. En mocht je mij willen helpen, zodat ik die Paul van Vliet Academie kan beginnen en gewoon volgend jaar al met een voorstelling kan komen die ook onderbouwd is door het vak, van vakmensen geleerd, hoop ik dat je mij wil steunen. Hey, hallo, wie ben jij dan en wat was dan jouw wil? En wat heb jij die jaren toch gedaan? Wat van. Wil je mij steunen? Stuur me dan een e-mailtje of binnenkort op Facebook, op de social media, geef ik de crowdfunding bloot. Hoe zeg je dat? En ik geef mezelf bloot. Ja, niet letterlijk, maar figuurlijk. Nou, ik dacht, laten we het hier maar bij laten. Nog een leuk muzikaal momentje met Gerrit de Vries, die mij al een aantal jaren opnieuw heeft geïnspireerd om dit vak te gaan beoefenen. Maak er wat.